Dag mensen, hallo. Wij gaan uiteraard weer voorbeschouwen op de Grand Prix van dit weekend. En dan spreken we natuurlijk over de Grand Prix van Azerbeidzjan, het stratencircuit van Baku. Ja. Ik heb daar vorig jaar erg van genoten. Waarom? Meerdere crashes natuurlijk, maar het is altijd heel spannend. Laten we eerst even terugkijken op Verstappen. Ja. Wordt het een beetje een kantelpunt in zijn carrière, hè? China 2 weken geleden? Ik denk dat het meer een soort van... Als je wat ouder wordt, dan krijg je eelt op je vingers. Ja, ja. En dit is zo, moet je eigenlijk een beetje zien. Je maakt af en toe een foutje. En ja, we hebben na de Grand Prix ook gelijk van China ook gelijk een podcast opgenomen. En daarin heb ik ook gezegd, ja, Vettel en Hamilton, die hebben in het verleden ook dat soort fouten gemaakt. Ja. En je moet iemand ook zijn fouten gunnen. Horner vergeleek Max Verstappen ook juist met een Vettel, hè, van een aantal jaar geleden. Dus dat was eigenlijk vrij typerend. Ja. Nou ja, het is gewoon, Verstappen is natuurlijk al wel een iets verder gevorderde coureur, want hij doet al een paar jaar mee. Ja. Maar hij is nog steeds 20. Ja. En het is niet zo dat ik de hand hem boven het hoofd wil houden of zo, want in principe, die fouten moet hij niet maken. En wat Jos Verstappen ook zei natuurlijk, hij was teleurgesteld. En ja, die fouten, natuurlijk maak je ze liever niet, maar je leert er ook van en het zal hem niet nog een keer overkomen. Dus, dat is mooi dat je dat zegt. Heel kort nog toch nog even op mijn vraag terugkomend. Gaat het veranderen? Dat wil zeggen dat Max eigenlijk altijd een beetje in verdedigingsmodus schoot van het is niet mijn schuld. Maar nu gaf hij de hand meteen aan Vettel, zei hij, hey, het was mijn fout. Dus ja, ik heb het idee dat hij wel degelijk er eindelijk van geleerd heeft. Ja, daar was er geen ontkennen aan natuurlijk. Nee. Ja, goed, bedoel, het is Formule 1 is een complexe sport en de manieren waarop je spint en de oorzaken waarom je spint en de oorzaken waarom je soms tegen iemand aanrijdt, daar kun je altijd verschillend naar kijken. Ja. Nu niet. Nee. Misschien, we gaan het zien, dat moet echt blijken, maar laten we voor de Nederlandse fans hopen dat hij niet snel weer in de gelegenheid komt om dat te doen, want dat betekent dat hij weer tegen iemand aangereden. Ja, en dat moet hij wel voorlopig even niet doen, laten we daar wel over hebben. Hij is in de Italiaanse pers is hij al niet te genieten natuurlijk, bij sommige kranten. In Italië is Verstappen niet de meest populaire coureur. Nee. Nu we het toch over Italië hebben, Ferrari, ze hebben de snelste auto op dit moment. Wie had dat verwacht eigenlijk? Nou ja, na de wintertest en zeker na Melbourne, waarin Mercedes toch vooral in de kwalificatie en eigenlijk ook in de race opmachtig leek. Ja. Niet, maar nu is het toch allemaal omgedraaid. En eigenlijk kun je dat zien aan Vettel, die natuurlijk 2 races gewonnen heeft en ook in China weer pole pakte. Ja. Maar je kunt het vooral ook zien aan Räikkönen, want ook Räikkönen gaat hard met deze auto en die kwalificeert hem redelijk makkelijk op de eerste startrij. Maar hebben zij ergens een partybutton ook tevoorschijn getoverd of zo? Nou ja, het geheim van Ferrari, dat schijnt vooral te zitten in front-end grip. Dat is grip aan de voorkant, dus dat die instuurt wanneer je dat wil. Dat je geen onderstuur hebt, dat de auto doorglijdt over de voorwielen. Ja. Dat schijnt heel goed te zijn. Dat is vooral ook iets wat Räikkönen altijd graag wil. En, moet gezegd, we hebben het in de voorbereiding continu gehad over de Ferrari of de Mercedes motor met 1000 pk. Maar als ik naar de topsnelheden keek in China, en dat heeft ook te maken met hoeveel downforce je hebt op de auto, maar daar ging de Ferrari ook echt heel erg hard. Dus ik denk dat Ferrari daar echt niet heel veel voor onder doet. Wie is de grote man eigenlijk, de technische man achter dit hele pronkstuk? Nou ja, dat is bij Adrian Newey, of bij Red Bull is dat Adrian Newey. Is echt een bekende naam, die heeft meerdere wereldtitels opgeleverd met zijn auto's. En bij Ferrari, ja, we zien hem op de foto hier, is dat Mattia Binotto. Die is eigenlijk nog helemaal niet zo lang technische baas bij Ferrari. Hij is in 2016 ingestapt. Hij is de opvolger, gek genoeg, van de man die nu bij Mercedes de technische baas is, James Allison. Ja. Maar eigenlijk sinds hij er is bij Ferrari gaat het gewoon heel erg goed. De auto van vorig jaar, 2017, was op heel veel circuits gewoon de snelste auto. En nu, nou, we hebben nu 3 races gehad, maar zeker in Bahrein en in China was de Ferrari de snelste. Het is handjes wrijven. Hey, ja. En als je naar de grootste concurrent gaat, namelijk Mercedes, dan ga je meteen naar regerend kampioen Hamilton. Ja. Beetje een dipje. Dipje, ja. Dip. Dip. Ja, kunnen we wel flinke zeggen. Dip. Flinke dip. Ja, eigenlijk, hij heeft nog niet gewonnen natuurlijk. En Mercedes heeft überhaupt nog niet gewonnen. Maar dat zijn we van Hamilton niet gewend. Nee, en wat zei hij 2 weken geleden? Hij zegt, ik ben echt teleurgesteld in mezelf ook. Ja, hij deed in China deed hij gewoon, nou ja, niet mee. Dat was eigenlijk best wel merkwaardig om te zien. En, zoals jij met grote ogen zo voor de tv. Ja, ik vond het wel wonderbaarlijk dat Bottas de sterke man was bij Mercedes en niet Hamilton. Nee. En daar zullen gerust redenen voor zijn. Maar hij zei zelf ook, ja, ik heb zelf geen goede prestatie geleverd. Nee. Wat het circuit betreft? Hebben we dingen te vermelden, bijzonderheden? Nou, het is eigenlijk best wel een bijzonder circuit, want het is deels het is een straatcircuit en het is deels ook echt een, zoals je dat heet, een start-stop circuit. Heel krap, hè? Krappe bochtjes en er zitten bepaalde punten, daar is het maar 7 meter breed. Dat is voor een Formule 1 circuit echt heel weinig. Ja. Het is heel veel afremmen en de hoek om en nou ja, we hebben het kaartje hier ook, waar je kunt zien. Vooral de eerste sectie is gewoon veel linksaf, linksaf, linksaf. Gewoon echt haakse bochten, maar waar het verandert is na bocht 16, want dan komt er een heel lang volgasgedeelte. Ja. En dat is het gedeelte waar het Red Bull het meest pijn gaat doen. Ja, we hebben hem vaak benoemd, de Renault motor. Ja. En zeker nu Ferrari en Mercedes allebei op een hoog niveau zitten met de motor. Denk ik dat dat de Achilleshiel wordt voor de Red Bull dit weekend. Ja, we hebben het over 1 man nog niet gehad, dat is Daniel Ricciardo. Ja. Er wordt van allerlei
dingen worden er gezegd over hem. Zou hij bij Ferrari gaan tekenen, theater? Hij heeft het zelf ontkend. Ja. Maar hij is natuurlijk ook uitstekend in vorm. Dus wat kan hij op dit circuit? Want hij heeft hem vorig jaar gewonnen. Vorig jaar won hij hier. Ja. Ik moet zeggen, en dat was ook natuurlijk in China een beetje zo. De omstandigheden vielen wel zijn kant op. En dat was... Ja, maar dat is geen toeval meer, want hij heeft nog nooit een race gewonnen vanaf pole position. Het komt altijd als hij van ergens van buiten de top 4 start. Ja. Hij is gewoon een goede in chaotische races en dan komt hij bovendrijven. En misschien als het weer zo'n chaos wordt als vorig jaar in Azerbeidzjan, dan kan hij misschien wel weer bovenaan staan. Je zou hem de meest berekende gehaaide coureur van Red Bull kunnen noemen. Hij is heel erg afwachtend. Ja. En dat is, nou ja, afwachtend is misschien niet het goede woord, maar hij pakt de kans als hij er is. Ja. En niet als hij er eigenlijk nog niet is. En dat is het grote verschil tussen Ricciardo en Verstappen momenteel. Mooi. Ja. Resumerend, tot slot, voordat we af gaan sluiten. Ik wil in ieder geval één goede voorspelling bij de voorspelling van Joost deze keer. Maakt niet uit welke het is. Nee, ja, nou, we hebben het erover over Ferrari gehad natuurlijk. Ja. En dat Ferrari momenteel de snelste auto is. En wil ik er nog wel even bij zeggen, want in Spanje... Dan komen alle teams met grote updates. Mercedes, Ferrari, Red Bull. En dan kan het weer anders zijn. Barcelona hebben we het dan over. Ja, ja. Dat is de race na deze race in Baku. Ja. En dat blijft in het hele seizoen blijft dat een strijd in de ontwikkelingen. Daarom lieten we ook even meneer Binotto zien. Want die heeft nog een hele hoop werk te doen. Het is nog lang niet gespeeld. Nee. Maar in Azerbeidzjan denk ik dat Ferrari nog de snelste is. Dus ik heb op de eerste plaats Vettel. Op de tweede plaats Räikkönen. Want die moet nu ook wel een keer in ieder geval in het kielzog van Vettel blijven in de race. En op de derde plaats dan Hamilton, die dan misschien wel weer uit zijn dipje is. Maar dat is mijn voorspelling. En Verstappen, ja, dat lange rechtstuk gaat Red Bull denk ik toch nekken. Dus als het een race wordt zonder al te veel chaos, dan is dat mijn voorspelling. En als het chaos wordt, dan doe ik geen voorspelling. Oké, waarvan achter. Dankjewel. Ja. Juist, de race begint uit mijn hoofd om 2:50 op zondag. Gaat dat zien? Over 2 weken zijn wij terug. Dag. Dag.